Wat houdt het nou eigenlijk in, die tulpenkeuring? Er staan hier elke week 10 potten met tulpen. En dan gaan de keurders het blad beoordelen, de poot meten, de stand van het geel en de bloem. En dan wie het dichtst bij de jury zit, die vanmiddag al is wezen keuren, die wint. En dat was de beroepskeurmeesters? Dat zijn de keurmeesters die al jaren bij ons keuren. En die hebben eerst voorheen zelf ook gekeurd. Maar zij waren dusdanig goed dat zij de jury mochten zijn. Ja. We hebben jullie verschillende klassen, A, B en C klassen? A, B en J. Oh, dat zijn de kinderen? Nou, tot 18. Vanaf 18 ben je senior en is het A en B. A, dat zijn de betere, zeg maar. En B, dat is de rest. Wat vind je zelf de mooiste, de tulp? Ik vind heel veel tulpen eigenlijk wel heel erg mooi, hoor. Ik heb niet zo'n grote voorkeur. Liever geen parkiet, die vind ik niet zo mooi. Maar verder heb ik niet zoveel voorkeur, nee. Wit of rood? Dan liever rood. Ik hou meer van kleur, ja. Je hebt ook gemengde kleuren, hè? Oranje-wit. Ja, ik geef meer om een enkele kleur. De rode en de gele, die vind ik toch wel heel erg mooi. Ja. Hey, en dit doen jullie elk jaar. Zit je zelf ook in de tulpen? Wij zaten in de tulpen. Al 11 jaar geleden gestopt met bedrijf. Ja. En waarom? Ons bedrijf moest groeien, maar dat wilden we niet. Wat krijgt de winnaar van de A-klasse? De winnaar van elke klasse die krijgt als eerste prijs een taart en de tweede prijs een amaryllis. Dus we hebben 3 amaryllissen en 3 taarten. Elke groep hetzelfde. Maar krijgen ze nog een zilveren tulp of zo? De zilveren tulp, dat is helemaal op het eind. Na 5 keuringen, dan kijken we wie het allerbeste is. Dus dat kan ook iemand van de B-groep zijn. Die wint de zilveren tulp. Wanneer is dat bekend? De 5e keer en dat is over 5 weken. Dan gaan ze 5 april gaan ze naar het Nederlands kampioenschap in Lisse. Bij de Keukenhof. En dat zijn de beste. Ja, dat krijgen we altijd nog te horen van de stichting, hoeveel er heen mogen. Maar meestal een stuk of 10 tot 15. En dan 5 senioren en 7. Zeg ik nou, 5 junioren en de rest senioren die mogen heen. Dan hebben we hier 5 keer die keuringen. En elke 5 keer komen ook de keurmeesters 's middags weer keuren? Ja. Smiddags om 2:30 komen ze hier en zijn ze tot 4:30, 5 uur bezig met z'n drieën. En dat juryrapport dat ligt dan klaar bij de computer en dan kunnen we dat 's avonds invoeren. En dan we hebben een programmaatje ervoor van Automated for You, die heeft dat voor ons gemaakt. En die, dat programma dat voeren we in en hebben we aan het eind van de avond rond 9:30, 9:30, 9:30 zeg maar, hebben we de uitslag. Want ze mogen 9 uur keuren. Dus je vanavond ook een uitslag? Alle avonden hebben we uitslag. En alle avonden winnen ze een taart. Is het de eerste keer dat je die tulpenkeuring doet? Nee, het is niet de eerste keer. Ik doe het al een paar jaar. Hoe lang al? Ik denk een jaartje of 6. Wat is er nou het belangrijkste om die tulpen te keuren? De steel, de bloem of het blad? Het blad, want die telt 2 keer. Maar je moet eigenlijk met alles zo dicht mogelijk erop zitten. Het gaat eigenlijk dat je bij overal zo min mogelijk punten misloopt. Het gaat ook om de hoogte van de stam, hè? Ja, die meet je met een stokje op. En dan kun je goed kijken wat de hoogte is en wat hoeveel punten die is. Doe je dan een gemiddelde van alle tulpen die in zo'n bak staat? Ja, en dan nog even kijken hoe de dikte is en hoe recht ze staan. En dan de bloem, moet die helemaal volgroeid zijn of moet die nog een beetje dicht bij elkaar staan? De bloem moet eigenlijk als een eivormig een beetje staan. En je moet eigenlijk alle blaadjes kunnen tellen. En heb je het wel eens gewonnen, de tulpenkeuring? Ik was vorig jaar in de B-ploeg, was ik kampioen. Nee, ik zit in de A-ploeg, dus het wordt nou een zware kluif. Wat denk je er zelf van? Nou, we zullen het zien op het einde. We moeten eerst even kijken hoe de eerste keuring gaat. En met de keuring wordt het meestal beter. Het blad, hè, zeggen ze ook wel eens, de hoogte naar de bloem, is heel erg belangrijk. Ja, die is ook belangrijk. En je moet vooral hebben dat de bloem er niet uit gaat nekken. Dus de bloem moet eigenlijk ongeveer dezelfde hoogte hebben als het blad? De bloem mag eigenlijk 3/4 uit het blad komen. En dat is je mooi. Wat doe je zelf in de tulpen? Niks? Helemaal niks. Ik ben heier. Heier? Ja. Dus je... Dat is een heel ander beroep. Dat is zeker een ander beroep. Ik heb ook nooit in de tulpen gewerkt, dus ja. Maar het was een beetje als een dolletje dat ik een keer mee ging doen. Ja, toch wel leuk vinden. En dan ga je toch ieder jaar weer terug.